Welkom bij een nieuwe aflevering van Willems Keuze. We gaan het vandaag hebben over twee bandjes. De eerste die heet De Palookas. Dat was een ska-groep uit Bergen-op-Zoom en Halsteren. Die klonken een jaar of 10 geleden zo. Gezellige muziek, ska uit Bergen-op-Zoom en Halsteren, De Palookas. Er was in diezelfde tijd een andere groep, ergens verderop in Holland. En die heette Van Katoen. Die namen 10 jaar geleden een live cd en dvd op in De Mes. En daar gaan wij nu een stukje van horen. Moet je HAVO hebben om een homo te zijn? Bas van Katoen in vorm op Kabaal. Een prachtig verpakte CD, DVD, een jaar of 10 geleden live in Mes opgenomen. Bas van Katoen die werd uitgenodigd door De Palookas om bij hun te gaan zingen. En dat deden ze dan met nummers van De Palookas verbouwd tot Van Katoen nummers en andersom. Dus Bas ging daarin zingen. En wat is er dan nog logischer dan de band De Bazookas te noemen? En De Bazookas die vallen op niet alleen vanwege hun ferme mix van ska en rock, hele leuke band, maar ook vanwege de prachtige hoezen waarin hun cd's en dvd's altijd worden verpakt. Dit was een 3D hoes, je kon de meisjes op de hoes laten bewegen. Dat was ook een cd in een soort stripboek verpakt met tekeningen van Nosman. En nu eigenlijk breken ze alle records, want dit is de mooiste hoes die ik volgens mij heel mijn leven gezien heb. Dat is een live in Paradiso opgenomen cd en dvd, die heet simpelweg Groeten uit Paradiso van De Bazookas. Ik ga je straks allemaal vertellen hoe speciaal die hoes is. Maar er zit dus in de hoes een 10-inch, de plaat is eruit, want die gaan we straks draaien. Een 10-inch vinyl, daarop staan 7 nummers, waarvan er 4 nieuw zijn. Op de dvd, die zit in deze verpakking, achter de hoes geplakt, daarop staan 17 tracks. Ook daar staan 5 nieuwe nummers op. En op die dvd vind je ook heel veel extra's. Want Nosman die tekende bij het concert live zijn strips. En dat zie je op die dvd, op de extra's. Er is een clipje met alleen maar foto's waarop je heel de dag een beetje samengevat is. Prachtige clip. Wat ook heel leuk is en heel speciaal is dat ze de deur van Paradiso gefilmd hebben. Dat iedere bezoeker van de 1300 bezoekers die live kunnen kijken, dus op die uitverkochte middag in Paradiso. Al die bezoekers kunnen zichzelf herkennen als ze door de deur naar binnen gaan. En er is een instructiefilmpje, want deze hoes die kun je verbouwen namelijk tot kijkdoos. Nou, dat doet Bas op onvergetelijke wijze. Ik ga dat niet imiteren, maar ik ga wel straks de hoes demonstreren. Maar dat doen we terwijl we natuurlijk gaan luisteren naar een stukje nieuwe muziek van die LP dus, van die 10-inch. Want we gaan draaien het nummer Verscheurd. Straks dus die demonstratie, ik hoop dat het gaat lukken, want de hoes is dus verpakt in een soort kijkdoos. Dus je moet hem even verbouwen tot kijkdoos. Heel speciaal, heel origineel. De plaat komt 9 juni officieel uit. Kijk anders op de hoes of op de website van De Bazookas hoe je hem kunt krijgen. Maar het is speciaal en het klinkt fantastisch. Er staat 1 klein foutje op de dvd, maar dat lossen ze ook op een hele speciale manier op. Moet je maar eens kijken. Geweldig originele band, De Bazookas. We gaan luisteren naar Verscheurd en ik demonstreer de hoes.